Hans Vogel is een betere tijder. De coureur uit Sint-Oederode bereidt zich al het hele jaar voor op zijn ultieme droom. Deelname aan Parijs-Dakar. Maar die droom lijkt een nachtmerrie te worden voor Hans Pechvogels. 1 en 1 is 2, hè. Die naam die wordt dan vlug aan je gehangen. Ja, het is heel spijtig. Ik heb 2 keer had ik hem gebroken met een val. Afgelopen weekend heb ik hem teruggebroken gewoon door te intensief rijden. En ja, dat is natuurlijk een hele domper. Parijs-Dakar staat bekend als een slijtageslag voor mens en machine. 1 kleine onoplettendheid en je kunt een zware crash veroorzaken. De deelnemers zijn top en topfit. Dat is Vogels nog lang niet. Vandaag wachten we een operatie en dat terwijl over 5 weken het evenement start. Ik zal gewoon onder begeleiding van dokter van Montfort fysiotherapie voor mijn schouder volgen. En verder kunnen we alleen maar denk ik gewoon heel veel moed erin houden. Ik zou gewoon een tandje terug moeten doen, ook qua rijden. Misschien is dit een geluk bij een ongeluk, dat dit me nu weer is overkomen. Dus ik kan de Dakar dadelijk gewoon echt maar op 60-70% beginnen. Kijk, motorrijden hoeven ze me niet meer te leren. Ik ben helemaal niet bang dat ik na dag of 3-4 mijn beheersing en mijn souplesse weer terug heb. Alleen conditioneel zal ik mijn eigen goed aan moeten voelen en ik zal niet meer van mezelf moeten vragen als dat mijn lichaam aangeeft. Ja, springen is een beetje uitgesloten, hè? We houden 2 wielen aan de grond.